Yo, kijkers van TwoGamingNL! Mijn naam is Koen en welkom bij een nieuwe gaming video, soort van. Ik weet niet, nou ja, je ziet het eigenlijk al. Big Rigs over the Road Racing, het meest populaire spelletje dat super glitchy is. Dat op de een of andere manier is, super bekend is. Ik heb geen idee waarom. Ik zal gewoon even laten zien wat dat is. Het is gewoon een truckrace. Ik is persoonlijk altijd voor de Mega One. Ik heb in één keer spontaan de hik. heerlijk toch? Nou, ik zal gewoon even uitleggen wat het is. Het is een racing game, soort van. Nee, het is gewoon een racing game. En moet je zien, dit is dit hier is de truck. Dit is de truck, de tegenstanders truck. Hij rijdt niet eens, dat is al het minst erge. Dan moet je kijken, de lantaarnpaal is volledig, de kleur is volledig verkeerd. Moet je zo meteen wat zo even gebeurt wat als ik over deze brug heen. Kijk, ik zak zo door de brug heen. Oh mijn god, daar ben ik weer, oké. Ik probeer nog eens door deze berg heen te rijden. What the fuck? What the fuck, jongens? Dit is echt... Dit is echt fucked up. Nou ja, serieus jongens. Dit is Big Rigs Over the Road Racing. Ik zal eventjes uitleggen. Dit spel had zoveel potentie terwijl het gemaakt werd. Het kwam ooit eens een keertje in de doos. En het was echt een hele vette doos. Het waren echt super veel dingetjes die er op de doos gebeurden. En... kennelijk hadden de bedenkers van de game ook ontzettend veel plannen voor dit spelletje. Maar wat er gebeurde is, ze hebben het uitgebracht en dit is wat eruit kwam. En moet je zien wat hier gebeurt. Ik zit gewoon in the middle of nowhere en dit is... ah, je hebt een truck. Oh my god, ja kijk, daar is het landschap al. Ik ga er gewoon weer wel eventjes naar terug. Maar zoals je ziet, het landschap is best wel heel erg fucked up geraakt. Maar goed, dit is dus gewoon Big Rigs Over the Road Racing zoals, zoals ze het hebben uitgebracht. Dit is dit is gewoon het ultieme bewijs dat een spelletje die niet afgemaakt is, gewoon niet uitgebracht kan worden. Er is een idee voor een game hier, maar... zoals je wel ziet, het is keihard gefaald. Sterker nog, het is zo hard gefaald dat het gewoon... Nee, het is gewoon de slecht voor woorden, jongens. Kijk dan. Ik zak gewoon zo door de brug heen en dit is nou gewoon serieus wat er gebeurt. Oké, ik kan ook gewoon langs alles heen rijden. Ik heb het nog niet uitgetest. Maar zoals je ziet, je hebt het al lang gezien. Ik kan gewoon door bomen heen rijden. Ik kan over deze berg heen rijden en er is gewoon helemaal niks aan de hand. Kijk eens hoe gek mijn truck aan het bewegen is. Er gebeurt gewoon helemaal niks tegen. En kortom, dit is gewoon een game die ik gewoon... ja, ik vind hem niet slecht omdat hij niet afgemaakt is. Het is een slechte game omdat het niet afgemaakt is. Dat slaat nergens op, want ik heb net gezegd dat ik het helemaal niet slecht vind omdat het niet afgemaakt is. Dus, oké. Maar dit is het ultieme bewijs dat dit gewoon echt de slechtste game ooit gemaakt is. Nee, nee, dat is helemaal niet waar. Er zijn nog slechtere games. Kijk maar naar E.T. The Extraterrestrial voor Atari 2600. Als je een keertje daar een review over wilt zien, laat maar even weten in de reacties beneden. Ik ga het zeker nog een keertje laten zien op TwoGamingNL. Zeker weten, dat komt helemaal goed. In ieder geval jongens, dit is Big Rigs Over the Road Racing. Ik moet er nog maar heel even over nadenken of dat ik dit nog vaker ga doen. Waarschijnlijk niet. Big Rigs is gewoon eenmalig en dat zou het ook voorlopig altijd blijven. Maar goed, bedankt voor het kijken naar deze video van TwoGamingNL. Als je hiervan hebt genoten, laat al even dat duimpje omhoog. En dan zie ik jullie heel snel terug bij de volgende video van TwoGamingNL. Oh nee, wacht even. Er is nog even een ding wat ik wil laten zien. Zoals je ziet... ik ga heel snel achteruit. En ik ga voorlopig nog wel even achteruit. Dus kijk hoe mijn truc aan het doen is dan. Er zitten hier allemaal bergen die wij niet zien. Er bestaan hier allemaal bergen, maar die kunnen we niet zien. En ze bestaan gewoon. Dat is echt fucked up weird.
Nou ja, ik denk dat ik mijn punt nu wel heb gemaakt. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken, bedankt voor het abonneren, bedankt voor het reageren, bedankt voor het abonneren, dat zei ik al. En graag tot de volgende video. Peace! Oh ja, voor ik het vergeet, deze game is dus echt gemaakt door mensen. Zoals je ziet, geproduceerd door Sergei Titov, geprogrammeerd door precies dezelfde persoon. Denis Julitov, Design Artem. Dit zijn de 3D artiesten en de user interface is gemaakt door deze persoon en het geluid door deze persoon. Ik hoor geen geluid door deze game heen. Ik weet niet of dat jullie het hebben gehoord, maar ik in ieder geval niet.